Mensen, daar zijn we weer. Jawel. Met vandaag een heerlijk nieuwe video. En vandaag is echt wat leuk. Ja. Check even de trui die ik aan heb. Oh, wat een hutstrui. Kijk, mijn mondbeweging lacht. Volg je mij nog niet op Instagram? Doe het nu. Koen, KWN, abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik heb wat leuks. Ik heb namelijk van Raoul de toestemming gekregen om op zijn account te mogen spelen. Hij heeft namelijk dit team. Oh my god. En hij heeft nog 5 miljoen coins die ik uit mag geven aan Unlimited OC Tutus. Nee. Geintje, dat gaan we niet doen. Hij heeft 5 miljoen. Ik heb een speler in mijn hoofd die ik echt wil kopen. En dan ga ik met dit team ga ik van hem spelen. Maar als we 10.000 likes hebben op deze video. 10.000 mensen dus liken deze video. Dan ga ik Weekend League spelen met Raoul's team en top 100 halen. Dat willen we zien, toch? Dat willen we allemaal zien. Dus mensen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dankjewel, Roelie, dat ik op je account mag spelen. Shoutout. En dan gaan we nu even zijn team upgraden. Want dat is wel nodig. Mensen, de speler die ik ga kopen. Ja, jullie weten het. Het is... Oh, toch OC Tutu. Ja. Die gaat zeker op mijn bankje. Nee. Maar ik heb dus nog 4.981.000 coins. En moet je kijken hoeveel deze speler kost. Nee, verkeerde. Nee, ik zit weer helemaal verkeerd. Oh, nee, zijn weg. Nee, ik kon hem precies kopen met 89. Nee. Nou, ik wil zo'n Eusebio gaan kopen. Maar als hij nou weg is, dan ga ik echt janken. Nee. Ah, dit meen je niet. Gast, ik kon hem net letterlijk kopen. Dit is echt dikke scheid, jongen. Hier word ik echt helemaal niet goed van. Ja, ik weet ook van, als ik hem nu voor 5 miljoen koop, dan ga ik spelers verkopen. Wat Raoul niet blij mee is, maar ja, ga ik wel even doen. Dan ben ik straks weer genakt, jongen. Dan wordt hij weer 100k goedkoper, jongen. Ik mis 100k. Nou, Roel moet toch wel wat in zijn team hebben wat 100k waard is. Roel, als je nou kijkt en ik verkoop iets waar jij persoonlijk gehecht aan bent, het spijt me echt. Kijk, deze spelers is echt niet normaal. Ja, ik moet wel op 100k komen. Hoeveel is Greeley zwaar? Hoe is hij 30k? Ik heb hem 150 keer gepackt tijdens Team of the Year. Hoe kan dit? Jongens, kijk, ik heb natuurlijk met het team van Wouter Burg gespeeld. Dat was echt goed. Maar ik denk dat dit team gewoon nog beter is. En nu ga ik echt... Ik moet gewoon elite halen dit jaar. Het kan toch niet dat ik het niet haal? Hartstikke ideetje. Weg ermee. Kijk, die sokkerjes ga ik uiteraard niet verkopen. Want die staan daar gewoon mooi. Dus die ga ik echt niet wegdoen. Besef ook, ik ga nu even een pijnlijk moment. Je hebt dus 2000 punten nodig om Weekend League te kunnen spelen. En morgen begint de Weekend League. Morgen is het vrijdag. Maar ik heb geen idee hoeveel punten rol. Even, die heeft zeker nog geen 2000 punten. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft. Ah, 944. Oh. Ik wil zoveel punten. Maar hopelijk lieve mensen snel. Dat zou echt chill zijn, jongen. Yes, coins. Kom op. Goede investment, Roel. Voor 25k gekocht. Hij is nu 20. Zo, Roel, jongen. Wack trader. Wack. Ja, ik heb genoeg. Ik heb precies genoeg. Mijn mensen is verkocht. Nou, niet mijn. Roel's mensen is verkocht. Oh. Eusebio! Yes. Welke zou ik kopen, mensen? Deze heeft geen contracten. Dus die is er slecht mee omgegaan. Moet geen reden. Ik koop gewoon die zonder contracten. Boom! Roel heeft nog 1000 coins over, maar ik heb wel Eusebio. Hartstikke ideetje. Lekker, hartstikke ideetje. Nou, nu al zin dat over 10 minuten er eentje opstaat voor 100k minder. Maakt mij niet uit. Oeh. Ah. I wanna know. Eusebio. Mensen, wat een team. Weet je wat ook mooi is? Het voordeel is, kijk, Raoul heeft al die FC Glory tactieken, heeft hij gewoon ingesteld hierop. Nou, ik heb natuurlijk allemaal geen idee hoe dat werkt, maar daardoor kan ik wel, ja, is ideaal gewoon. Ideaal, jongen. Ideaal. Heerlijk. Ik hoef eigenlijk niks te veranderen. Ik moet alleen even de opstelling een klein beetje veranderen. Voor de rest, jongen, niks te veranderen. Dit is ideaal. Ik ga echt, als ik nu geen top 100 haal, jongen. Oké, mensen, is het team weer er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hopelijk zit. Oh, nee. Team is zeker niet klaar voor. En dan ben je op de bank. Wat denk jij? Wat een gek, jongen. Hit me up. Before you go. Who needs Ndombele when you got Sissoko? Je mist natuurlijk nog een speler. Hit me up before you go. Who needs Shaw when you got Oseetje? Oké, mijn bank is compleet. We hebben onze super Japanees, Sissoko en Oseetje toe. Dit is het team. Zo goed. Nu moet ik 1000 punten gaan halen in Division Rivals. Mijn favoriete game mode. En trouwens, Matt, als je weer gaat lachen omdat ik met Ndombele speel. Ha, look where I'm now, hè? Huh? Ik speel met... Een road to the final, Ndombele. Wat dacht je daarvan? Sure. Dit is meteen als team. Daar lach ik om. Tijdje geleden dat ik FIFA heb gedaan. Maar maakt niet uit. Wordt ook een easy win dit. Okay, ik heb nu dusdanig een goede speler dat ik deze pot oprecht niet kan verliezen, denk ik. Hij speelt ook met De Vrij. Heb je zoveel coins, speel je met De Vrij. Even serieus. Dit maakt er gelijk een overtreding. God, De Vrij, jongen. Hij zei ik van, ja, ik kan team hier de licht komen. Maar ja, dat kon niet, want ik moest natuurlijk Eusebio halen. Maar ik zweer het je, als die Mbappé er eenmaal doorheen is, die is volgens mij zo ongelooflijk rap. Dat is echt niet normaal. Die is echt fraude, volgens mij. Het nadeel, weet je wat echt een nadeel is, mensen? Is dat ik ben gewoon best wel slecht. Ik heb ook totaal niet door hoe het spelletje werkt, zeg maar. Maar ik heb wel door hoe Eusebio werkt. Boom! Jawel, 1-0, Ndombele. En, oh, hij gaat nu op weg. Oh, dit is lekker, jongen. Dit is zo chill, want hier krijg ik snel punten door. Kom maar door met die Division Rival puntjes.
lekker. Ik zit er helemaal in, mensen. Lekker. Je is meteen van ons team. Daar lach ik ook om. Stel je voor, hè. Stel je gewoon voor dat je zo'n meme hebt met dat altijd Harris. Ja, ik ga geen namen noemen, maar dat je zeg maar dat mensen je daarom meme omdat je keihard lacht als mensen Harris zeggen. Heb je dan een video gemaakt om een beetje die memes tegen te gaan van dat je dan voor je een beetje voor de grap jezelf gaat memen, soort van. Je doet van, ah, dat is leuk. En dan dat ik hier dan de 1-0 tegen krijg. Nee, lekker kie. Maar dat stel je voor dat doe je dus dat je dan jezelf gaat memen, dat je daar een video van plaatst, dat je weer langs de Kian gaat en Harris zeggen en dan expres keihard gaat lachen en hier of Summer gaat zingen en zo. En dan krijg je een comment, dan commenten met de bankjes op die video. Om, weet je wel, een beetje grappig. En dan verwijder je die comment, omdat je toch wel een zuur persoon bent. Dat zou wel triest zijn, hè? Ja, ja, het is natuurlijk niet gebeurd, maar het zou wel heel triest zijn. Of dat je een foto plaatst op Instagram van dat je zegt van, ik ga vanavond weer opnemen met Kian. Kijk, allemaal hypothetisch, hè, dit. En dat ik dan bijvoorbeeld een comment zou plaatsen met, waarom ben ik niet uitgenodigd, weet je wel. Dat zou ik kunnen commenten, weet je wel, dat is grappig, leuk comment. En dat die comment heel veel likes had, echt honderden. Dat je dan toch denkt van, ah, ik ga die comment ook verwijderen. Ja, dat zou echt wel triest zijn, maar allemaal hypothetisch natuurlijk. Oh, daar gaan we weer, Den Belen. Boom! Keeper red? Mbappé, boom. Goal. Lekker, heerlijk. 1-0. Wie is het, Den Belen? Ik zie, je team is zo goed. Neymar, boom. Ah! Hoe is dit een overtreding? Even, hoe is dit een overtreding? Oh mijn god, jongen. Dit spel staat echt nergens op. Zag jullie wat ik deed? Oh ja, jullie zagen het niet, want ik deed niks. Broer, hij is AFK. Waarom wordt hij niet uitgekikt? Broer, hoe lang mag je AFK zijn? Hallo? Ik dacht dat daar een soort timer op stond. Dat je na een tijdje eruit gekikt werd. Nou, score maar 2-0. Boom. Kijk, zo makkelijk ben ik het ook alweer. Dan is de overwinning in ieder geval binnen. Wat dachten we daarvan? Ja, ik snap niet waarom hij niet gekikt wordt, jongen. Ik heb het gevoel als ik 2 seconden AFK ben, dat ik die melding al krijg van als je nu niet oplet, dan word je eruit gegooid. Nou, bij deze is dat blijkbaar normaal. Wat is dat, mensen? Marketor Dynasty met vandaag ook weer. Ah, hij is er weer. Jongen, lief gewoon. Dit is echt leuk. Maar waarom zou je dit doen? Even serieus. Waarom ga je 18 rondspelen terwijl je 2-0 achter staat? Oh, ga naar voren. Oh, dit is een hele snelle aanval ineens. Mensen, haal nou die 10.000 likes alsjeblieft. Dan ga ik gewoon die Weekend League spelen met Rolls Team, jongen. En dat wordt echt wereld. Oh, slecht verdedigd. Wat? Hé? Nou, ik snap het gewoon niet. Ik snap dit spel gewoon niet, denk ik. Mijn keeper pakt al die bal. Ben ik nou gek? Hoe maakt Virgil nou weer een overtreding? Ja, klik maar door, hè. Klik maar weer door, hè. Wordt nog spannend ook. Die moet niet gekker worden. Zo, jongen. Die schiet de bal het stadion uit. Tweede paal. Boom. Hoe kan het er niet in? Ik heb geen idee. Boom. Oh, Mbappé, wat is hij goed. Trouwens, zijn eerste goalpas. Heerlijk. Dit is wel een goede actie. Oké, dit is echt een goed doelpunt. Ik ben eerlijk. Ik ga niet voor je liegen. Mensen hebben gewonnen. Another one. Het team van mij. Ah! Dit wordt een easy win. Is het buitenspel? Ah, net aan buitenspel. Wat doet hij? Oh, yes! Wat een topper! Dit zijn gratis puntos! Jawel! Dit is echt... Wat een legend! Oh mijn god! De wereld is zo mooi op dit moment. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Op tieve gauw! Lekker 80 puntos! Hoppakeetje! Dit was een lekkere overwinning, zeg. Oh, nog makkelijker! Zoals je ziet, iedereen is hier... Ja, ik kan Swatch Challenge aan doen. Ik speel met een team van 20 miljoen. Kom maar. Ja, ze komen even eigen goal. En lief. Hey, loopt iemand de trap naar beneden? Zie je dat? Oh, hij blijft lopen. Nee, hij staat nu stil. Fantastisch. Nee. Ga je nou ook al AFK zijn, de hele pot? Nee. Het is dezelfde gast. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat is niet waar dan. Hij gaat lief, hij gaat lief. Nee, nee, ik moet scoren. Ik moet scoren. Hij gaat zeker lieven. Als ik nu score, is hij weg. Hè? Dat is echt goed. Ah, slechte bal. Koen, slechte bal. Waarom doe je dit nou? Ik wil toch een haast scoren. Terwijl, zolang de bal niet uit is, ben ik gewoon mannetje. Denk daar eens aan. Oh, lekker. Frenkie, goed. Nee, nee, nee. Nee, niet lieven. Nee, nee, nee. Oh, yes. Lekker. Oh, hij heeft flink lopen wisselen, jongen. Hij heeft Kent erin gebracht voor Kastanje. Die Kent is trouwens wel goed voor hem. Oké, goed. Eusebio. Tweede paal. Dembele. Bam. 1-0. Natuurlijk. Zonder enkel probleem. Dembele. Matty. Kijk eens even. Ben je aan het kijken, jongen? Dembele. Jawel. En jij maar lachen. Dembele. Scoort goal na goal na goal, jongen. De Vrij. De Vrij. Yes. Lekker, Stef. Stef in de fridge. Huh, dat is een keeper. Ik zit te denken, dat is mijn speler. Ik denk, waarom reageert hij niet op wat ik doe? Oké, zijn keeper neemt de corners. Goed om te weten. Nee, 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 nee. Ja. Ah, zit ik weer te lachen. Gelukkig hebben we Mbappé. Oh, jammer. Eusebio. Ah. Ja, hoe kan dit nou? Hoe kan hij nou? Ik sta gewoon achter tegen dit scheidteam. Hoe kan dit nou? Nee, maar boom. Lekker. 2-2. Net voor rust. Kom maar. Ik ben gewoon blij met een doelpunt. Lekker. Goed. Dit is goed, dit is lekker. Kom maar. Deze moet ik gewoon pakken. Gewoon easy win. Geen gezeik. Kom op. Neymar. Oh, Red getimed. Ik time gewoon Red. Dat is niet de bedoeling uiteraard. Maar ja, dat ging even fout. Neymar. Oh. Neymar. Oh. Eusebio. Yes. Lekker. Kom aan. 3-2. Die is echt lekker, jongen. Chill is gewoon als je schiet met hem. Weet je van ja, zo'n goal. Kijk, dat is wel lekker op zich hoor. Met een speler moet ik zeggen. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Ga ik niet voor je liegen. Ben ik gewoon helemaal niet oneerlijk in. Eusebio. Balletje breed.
Oh mijn god, Mbappé, die mag er wel in op zich. Neymar, boom! Oh, wat een heerlijk goaltje nog om het af te sluiten. Oh, wat lekker. Lekker. Mensen, weer bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video op mijn kanaal. Dankjewel en tot ziens. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Oké, mensen, een leuke verjaardagsmop voor je oma of opa. Wat is het voordeel van dement worden? Je kan je eigen cadeautje verstoppen. Oh, stuur me nieuwe moppen. Koen is mijn Instagram, alsjeblieft.